We zijn gewoon compleet afhankelijk van u en dat is ook fantastisch. In Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan met elkaar het woord lezen, ook alle mensen thuis. Welkom, fijn dat u meekijkt via YouTube. En we gaan met elkaar lezen Jeremia 29 vers 11. Ik ga beginnen met twee teksten en dan gaan we een aantal woorden die de Heer me gegeven heeft gewoon uitspreken. Jeremia 29 vers 11, dat is het woord van God, dat is het beste profetische woord, is het woord van God. Kan ik amen horen? Ja, vaak wat mensen profeteren, daar kan ook een stukje vlees in zitten. Daar kan een stukje verwachting in zitten. Misschien zelfs eigen belang in zitten. Maar als het gaat om het woord van God is waar. En een van de meest bijzondere profeten, Jeremia, maar ook vind ik ook Jesaja, die hebben dingen uitgesproken door de Heilige Geest, wat in het woord van God is gekomen, die altijd waar zijn. En Jeremia 29 vers 11, dat is een tekst waar we als een kapstok ons aan mogen vasthouden voor dit jaar. En soms heb je wel eens, als je het woord van God leest, wie herkent dat, dat dan in één keer een soort zaklamp op een bepaalde tekst komt, terwijl je die al heel vaak gelezen hebt. Kent u dat? Dat is dan een openbaring van de Heilige Geest waar je je aan vast mag klampen. En wat een boodschap is en een woord en een bemoediging is voor dat seizoen. En Jeremia 29 vers 11, dat is, vind ik zo bijzonder wat hier staat. Mijn plan staat met jullie vast. En deze knalde erin. Dat betekent eigenlijk dat de Heer hier zegt dat het plan wat God voor ons leven heeft, dat vaststaat. Niemand kan dat veranderen. Jij kan dat niet veranderen. De duivel met zijn trawanten kan dat niet veranderen. Het plan van God voor jouw leven staat vast. De beloftes die God wil uitvoeren in jouw leven in 2019, die staan vast. Spreekt de Heer, en dan ook zo heerlijk wat hier staat, ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Wat is het heerlijk dat je dit elke dag mag uitspreken. Ik wil je als gemeente ook opdragen en uitdagen om dat gewoon voor jezelf uit te spreken. Dat je deze tekst je eigen gaat maken. En dat je tegen de Heer mag zeggen, Heer, dat uw plan met mij staat vast. Wat u heeft gesproken. U heeft gezegd, ik heb je geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. U zult mij een hoopvolle toekomst geven. Amen. Dat is een grote amen waard. Dus als er dingen in je leven gebeuren die er anders uitzien, mag je teruggaan dit jaar naar deze tekst. Je mag hem uit je hoofd leren, in je hart planten. Heer, u heeft mijn geluk voor ogen en niet mijn ongeluk. En als er wel dingen gebeuren waar je ongelukkig van wordt, dan weet je dat de bron nooit God is. Hij heeft je geluk voor ogen. Hij wil je een hoopvolle toekomst geven. En er staat er in Jesaja 42 vers 5, dit zegt God de Heer. Nou, als je dan over een profetie hebt, dan moet je luisteren. Het is een profeet die spreekt. Die de hemel heeft geschapen en uitgespannen. En zo mooi hoe Jesaja dit zegt. Die de aarde heeft uitgehamerd. Wauw. God heeft de aarde uitgehamerd. En met alles wat zij voortbrengt. Die de mensen op aarde levensadem geeft. En levensgeest aan allen die daar verkeren. Dus het is God die mensen levensadem en levensgeest heeft gegeven. En dan staat er, in gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. En ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Wat er ook dit jaar op je pad mag komen. Dit is een van de dingen die God wil zeggen. Ik neem je bij de hand en ik zal je behoeden. En ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En ik maak je tot een licht voor alle volken. Mensen, wat een profetie. Dit is wat je tot je persoonlijk mag nemen. Heer, dank u wel dat u mij tot een licht maakt voor de volken. Om wat? Om blinden de ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden uit de kerker. Dit is het woord van de Heer voor jou dit jaar. Wie in het duisternis zit, en wat zitten er veel Nederlanders in de duisternis. Maar wie in het duister zit, dat mag je uit de gevangenis halen. Want ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander. Noch de lof die mij toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld. En ik kondig jullie nieuwe dingen aan. En het kwam ook verleden week in de boodschap weer naar voren. En als je praat met andere profeten wereldwijd, en ik heb afgelopen week contact gehad met een aantal profeten, om van hen te horen of het woord van de Heer wat ik heb ontvangen, of dat ook iets is wat resoneert. Ik geloof altijd een stukje feedback. En zeg, man, dit is precies hoe God ook tot ons heeft gesproken, wat God wereldwijd gaat doen. Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld. Ik kondig jullie nieuwe dingen aan. We stappen met elkaar in een nieuw seizoen. Ja? Letterlijk, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar wil je dit? Want als je namelijk in het nieuwe stapt,
betekent het nieuw is nieuw. En dat betekent dat je niet precies weet hoe dat eruit ziet. Dat betekent dat je soms oude dingen, oude structuren of dingen, hoe je dingen gewend bent, misschien los moet laten om weer in het nieuwe te stappen. Zonder dat te veroordelen. Ja? Dus God zegt, ik kondig jullie nieuwe dingen aan, maar nog voor ze ontkiemen, ook zo bijzonder, zal ik ze openbaren. Daarom willen we ook met elkaar als gemeente, en ik roep jullie allemaal op, alsjeblieft, ik roep jullie allemaal op, als gemeente, om te komen naar de gebedsconferentie. We gaan met elkaar niet alleen maar leren bidden, maar we gaan met elkaar de beloftes van God proclameren over dit huis. Want anders horen wij een belofte en geven we daar geen handen en voeten aan. We weten dat het plan van God staat vast. Maar ergens moet het ook resoneren in onze hart. Zeggen, ja, meneer, dit is het plan wat u voor ons heeft. Ik wil daar aan meedoen. Amen. Nog voor ze ontkiemen, zal ik ze ook openbaren. Dat betekent dat als God spreekt, dat we meer tijd met hem moeten doorbrengen. Verleden week is het ook genoemd in een van de punten. Een van de dingen die de hoogste prioriteit moeten krijgen in je leven, is God op nummer 1. En wat is daar een aanslag op? Dat zie ik ook in mijn eigen leven. De drukte van alles. Een gezin en alles wat er omheen draait. Maar mensen, als we de keuze maken om God prioriteit nummer 1 te geven, zal de rest ook allemaal vanzelf komen. Dan ga je God ook horen wat hij wil openbaren. Amen. Ik heb een aantal dingen opgeschreven de afgelopen weken, die ik heel graag met jullie ook wil delen. De Heer zegt niet alleen voor nu dat het een tijd is van voorbereiding. Maar de Heer die had heel duidelijk een aantal woorden genoemd. Dat is het woord versnelling. Dit is het jaar van versnelling. En het volgende woord wat de Heer me liet zien was het woord van extreme versnelling. We stappen als gemeente, maar ook jij als individu, als persoon, stappen we een geestelijk seizoen binnen in Nederland wat te maken heeft met versnelling, wat te maken heeft met extreme versnelling gekoppeld aan je bestemming en plotseling. Het zal plotseling gebeuren. Dus dit jaar zullen mensen in dit huis plotseling een versnelling of een extreme versnelling meemaken. Zodat ze zullen wandelen volledig in de beloftes die God al lang tot jou heeft gesproken. Dat is wat de Heer gaat doen. En deze mag je opschrijven. En die gaan we ook van getuigen. Oké? Dus versnelling, extreme versnelling en het zal plotseling gebeuren. En de Heer liet mij ook zien dat voordat het plotseling gaat gebeuren, dus de plotselinge extreme versnelling, dat het zou kunnen zijn dat Satan met al zijn forces jou probeert te overtuigen dat het niet van de Heer is, of dat er allerlei situaties in je leven komen waarin je gaat zeggen, Heer, waarom bent u mij vergeten? Op het moment dat dat gebeurt, dan wil ik je uitdagen en dan hoop ik dat de Heilige Geest je deze boodschap in herinnering brengt, dat je dan niet gaat zeggen, oh Heer, wat erg, wat gebeurt er allemaal? En is het dan misschien toch niet allemaal waar? Wat je dan gaat zeggen, Heer, dank u wel dat het gaat gebeuren, want nu zijn we heel dichtbij. Amen. Nu zijn we dichtbij. Amen. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Dat was voor mijzelf ook een openbaring, want vaak als er allerlei dingen in je leven gebeuren die je absoluut niet begrijpt, dan ben je heel vaak in staat om compleet naar de andere kant te slaan. En toch een beetje de houding te hebben, en dat is allemaal bijbels ook gezien te onderbouwen. Elisa had er ook last van, dat net voor een grote doorbraak, of net na een grote doorbraak, dat de vijand dan gewoon komt en je probeert te ontmoedigen. En dan vinden we onszelf onder dat dramatische, zielige boompje. En zijn we helemaal van slag. En dat mag ook allemaal, er is ruimte voor. Ja, en daar heb ik het niet over rouw, daar heb ik het niet over. Dat we in plaats van dat we zeggen, we gaan ons terugtrekken. We gaan ons niet terugtrekken. We gaan staan op die muur en zeggen, maar Heer, dit is een wonder. Dit is een teken dat de plotselinge extreme versnelling nu gaat plaatsvinden. Amen. Halleluja. En daar mogen we elkaar ook scherp op houden. Als wij in de gemeente mensen zien die door een moeilijke periode heen gaan. En je weet, God heeft gesproken over die persoon. Er zijn beloftes uitgesproken. Dan weet je, als er bizarre dingen plotseling gebeuren. We hebben ze natuurlijk al met het leven allemaal een keer meegemaakt. Stormen, tegenslagen. Maar uiteindelijk maken deze stormen en tegenslagen, die maken je sterker voor het seizoen waar we nu in zitten. Ik begrijp nu pas het seizoen waar ik de afgelopen 3 jaar in heb gezeten, waarom die
op bepaalde momenten nodig waren om me sterker te maken voor het extreme versnellingsseizoen waar we zo plotseling ons in bevinden. Er was een plotselinge atmosfeerchange, een plotselinge versnelling toen de Heilige Geest kwam op de discipelen en die dag 3000 mensen hun leven aan Jezus gaven. Er was een plotseling onvoorziene iets. God had gesproken, men zag het nog niet, er was tegenstand, er gebeurde van alles. Jezus was naar de hemel, de dromen leken bijna voorbij en plotseling was hij daar. Zo gaat het hier gebeuren in deze gemeente. Want God heeft de afgelopen 10 jaar gebouwd op zijn aanwezigheid en op de lofzangen van, en de gebeden van de mensen. Ik geloof namelijk in 2019 is ook het jaar, liet de Heer me heel duidelijk zien, is het jaar van de mensen met een hart van aanbidding. Dan heb ik het niet over de aanbidders op het podium. Het zijn allemaal mensen met een hart van aanbidding. Daar eer ik René en Pauline heel erg voor. Gisteren heb ik ook weer gisteren een geweldige teamtrainingsdag gehad. Waar het eigenlijk alleen maar heel erg gezellig was. Jullie bouwen familie, jullie bouwen karakter. En de mensen hebben een hart van aanbidding. Dus mensen die op het podium staan, die kunnen niet alleen maar mooi zingen en aanbidden, maar die hebben ook een hart van aanbidding. Dat is een heel groot verschil. Je kan ook naar aanbiddingsleiders luisteren die heel mooi kunnen aanbidden, maar soms merk je, hey, waar is dat hart van aanbidding? Dan is de performance veel belangrijker geworden. Ja? 2019 wordt het jaar van de mensen met een hart voor aanbidding. Dat zijn de aanbidders. Dat zijn de mensen die tijd nemen, wekelijks, met Jezus, om gewoon in de stilte, waarin niemand kijkt, hem te aanbidden. En dit is wat de Heer me liet zien. Ik ga mijn glorie en mijn vuur en mijn explosieve kracht uitstorten op de aanbidders. En hun geluid, als zij gaan aanbidden, dat hart van aanbidding, hun geluid zal stormen in het leven doen kalmeren en de winden van vernietiging stoppen. Dat zijn twee woorden die de Heer me gaf en ook liet zien over de aanbidders. Voor 2019. De mensen met een hart van aanbidding zullen andere mensen helpen die door stormen heen gaan. Ja? En die stormen zullen worden gekalmeerd en de winden van vernietiging die zullen worden gestopt vanwege het hart die de mensen hebben voor aanbidding. Daarom kon God ook zeggen, ondanks dat David absoluut niet volmaakt was, heel veel fouten in zijn leven had gemaakt, koos God hem toch uit als iemand die het meest, een van de meest wordt hij genoemd in de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament. Waarom? Hij had een hart van aanbidding. Hem aanbidden. En als je iemand aanbidt, zet je iemand op nummer 1. Jezus nummer 1. Dus dit wordt ook het jaar van de aanbidders. De mensen die maar één ding willen, en dat is zijn aanwezigheid en hem aanbidden. En jullie zullen in staat zijn in jouw leven om de stormen in andermans leven te gaan kalmeren en de wind van vernietiging te stoppen. Wat er voor velen in 2018 uitzag als een stap achteruit, zal in 2019 3 stappen vooruit zijn. Er zijn mensen met een roeping van God, we hebben allemaal een roeping van God, maar er zijn mensen die dat letterlijk hebben ervaren. En ik spreek gelukkig niet alleen maar vanuit dit huis, maar we hebben gelukkig contact met het lichaam in Nederland, maar ook wereldwijd. Er is gewoon in 2018 een enorme aanval geweest op mensen die wilden uitstappen, op mensen die zeggen, ik wil maar voor één iemand gaan, dat is voor Jezus. Die mensen, dat leger is enorm aangevallen. 2018, ik heb allerlei verhalen gehoord, ik kan er zelf ook van meepraten, waar er soms zoveel stormen dat de ene golf kwam en je had gewoon geen tijd om adem te halen. Toen kwam de volgende weer. Misschien iemand die dat herkent? Ja, heel veel handen. Ja, heel veel handen. Dus je had net die ene storm gehad en de volgende die kwam alweer. En dit is het woord van de Heer voor 2019. Dat degene die zich niet hebben teruggetrokken. Degene die zich hebben vastgehouden aan het woord van God. En nog steeds diezelfde passie hebben. Zullen ook de mensen zijn die gaan doorbreken in 2019. Want God kan jou vertrouwen met de stormen in het leven. Je hebt je dus niet teruggetrokken in je grot. Je zegt, oh God, laat allemaal maar. Nee, maar je bent op die muur blijven staan. En jij bent degene die God gaat gebruiken voor het komende seizoen. God wil iedereen gebruiken, maar ik spreek u even nu profetisch, oké? Okay? En 3 andere woorden die de Heer mij gaf, wat geeft de Heer je dan veel als je met hem communiceert, is dit woord. En je mag hem opschrijven. Afbreken, doorbreken en uitbreken. En ik ga jullie zo een sleutel geven
waarvan ik geloof die belangrijk is voor dit huis, maar ook voor de mensen die luisteren. Thuis. Afbreken, doorbreken en uitbreken. Een paar weken geleden was ik bezig in mijn jungle achtertuin. En in één keer hoorde ik letterlijk een gigantische knal. Ik dacht, ze zijn met karbiet bezig, maar het was echt hard dat de ramen begonnen te trillen. En daarna nog een knal. En het waren dus vliegtuigen die door een geluidsbarrière heen gingen. Ja? Nou, om even iets, ik moest eraan herinneren, om je duidelijk te maken wat nou doorbraak betekent. Wat ik ook merk, niet alleen hier, maar ook als ik praat met anderen, is dat er een lichte frustratie is bij mensen die het afgelopen jaar hebben uitgeroepen: Heer, dank u wel voor die doorbraak, maar ze hebben het eindresultaat niet gezien. Ik ben heel eerlijk met u. Ja? Die frustratie leeft. 2018, je hebt uitgeroepen, die doorbraak gaat komen. Maar op een of andere manier is het eindresultaat is uitgebleven. En je bent gewoon gefrustreerd. Ook misschien een beetje naar God toe. Nou, ik wil je wel duidelijkheid geven over wat nou precies doorbraak is. Want als we dat niet weten, dan heeft de vijand de kans om met zijn voet tussen de deur te gaan, zodat je niet kan wandelen uiteindelijk in die doorbraak. Ja? En doorbraak, dat kost kracht. En ik heb een heel klein onderzoekje gedaan, dat kun je allemaal via Google vinden. Maar er is een onzichtbare muur, heel bijzonder eigenlijk, maar er is een onzichtbare muur in de lucht. Ik heb het niet over geestelijke principes, want die zijn er ook. Er zijn engelen, demonen, al dingen meer. Maar er is echt een barrière, is er in de lucht. En de beste hoe ik dit uit kan leggen is dit. De vroegere vliegtuigen, die probeerden om door de geluidsbarrière heen te vliegen, die waren niet in staat om daarheen te vliegen. Vliegtuigen konden die oude structuren die ze toen hadden niet aan. Je gaat letterlijk door een transitie heen. Een heel moeilijk woord, het aerodynamische druk heet dat. Dat is letterlijk een verandering als je door die geluidsmuur heen breekt. En piloten hebben het beschreven, als een vliegtuig niet uit elkaar was gevallen en ze overleefden het, hebben ze dat beschreven als je vloog letterlijk tegen een stenen muur aan. En dat is misschien hoe geestelijk ons een aantal van ons voelen. Of hebben gevoeld. Je bent deel van een gemeente, misschien deze gemeente, andere gemeente. Je bent deel van alle revival groups, je doet van alles. Maar het voelt alsof je soms tegen een stenen muur aan het vechten bent. Of je gebedsleven niet verder komt dan een stenen muur. Waar je doorheen moet breken. De nieuwere vliegtuigen, toen ze ontdekten dat die oude structuren niet overeenkwamen met door de geluidsmuur heen breken, werden de vliegtuigen zodanig aangepast, geherstructureerd, dat ze wel door zo'n geluidsbarrière heen kunnen gaan. De doorbraak waar ik het over heb, is een doorbraak van Gods koninkrijk hier op aarde. En er vindt een geestelijke oorlogsvoering plaats, daar zijn we allemaal mee eens. En velen van ons zijn op de een of andere manier tegen die onzichtbare, maar werkelijke geluidsmuur opgebotst. En hebben bijna opgegeven. Het woord van de Heer is dit. Afbreken. De enige manier om door die geluidsbarrière heen te breken is om oude structuren af te leggen en te kijken in je leven wat er misschien nog afgebroken moet worden die niet in lijn zijn met Jezus. De nieuwere vliegtuigen moesten geherstructureerd worden. Ik geloof dat dit een seizoen is in 2019, dat voordat we door die geluidsbarrière heen breken, dat we ook heel eerlijk naar onszelf moeten kijken. Heer, zijn er nog verslavingen? Zijn er nog zondige zaken in ons leven? Zijn er nog dingen, Heer Jezus, die u zegt, ja, maar voordat die doorbraak plaatsvindt, voordat er iets in mijn leven plaatsvindt, moet ik dit opgeruimd hebben? Want weet je, de vijand is er als de kippen bij, dat als er nog wel geheime zonden in je leven zijn, hij hoeft maar één keertje iets te doen, zijn duimpje omhoog te doen, zijn teentje omhoog te doen en je ligt daar. En dat weten we wat er gebeurd is met allerlei, in het verleden allerlei leiders, er zijn ook allemaal boeken over geschreven, God's generals, dat zijn mannen en vrouwen die doorbraken. Maar doordat er allerlei verborgen zonden in hun leven waren, was hun einde van hun leven niet zo fijn. Laat ik daar maar even ophalen. Ja? En Paulus zegt ook, je moet die wedloop lopen. Ja, maar we willen wel goed eindigen met elkaar. Het is heel makkelijk om te beginnen, maar wat is soms moeilijk om goed te eindigen? Ja?
Dus als we te maken hebben met het koninkrijk van God en doorbraak en opwekking en al dat soort dingen, is het belangrijk dat er dingen die we nog misschien proberen te verbergen in ons leven, dat we zeggen, Heer, ik ben totaal beschikbaar voor u. Breek alle oude structuren af die niet van u zijn. Maar ook alle geheime zonden. Ook alle lasten. Alle leugens. Dit is voor jou het seizoen waarin je heel eerlijk met God mag praten en met anderen om je heen. Dit kun je niet alleen. Waarin je heel eerlijk gaat terugkijken naar de afgelopen 10 jaar. En zeg maar, Heer, waar zijn nu structuren in mijn leven die versterkt moeten worden? Misschien is dat wel je gebedsleven. Misschien is het wel het woord van God lezen. Misschien heb je de neiging om altijd negatief te denken. Wat het ook is, de Heilige Geest laat je dat de komende dagen zien. Dat heeft de Heer me laten zien. De komende dagen zul je ergens zijn en zal de Heer je in zijn liefde je laten zien waar je misschien nog dingen kan veranderen. Waardoor we sterkere structuren krijgen om wel door die geluidsbarrière heen te breken. Oké, dus dit is het seizoen van het afbreken. En dan heb ik ook, ik vind het altijd belangrijk dat er ook teksten bij zitten. Dus de eerste stap voor die doorbraak is dus God start met het proces van afbreken. En dat kun je lezen in Daniël 4, vers 27. Daar staat daarom, o koning, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Doe uw zonde teniet. En in het Engels staat, break off your sins. Door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden, door erbarmig jegens ellendigen. Dat is in de NBG-vertaling, vind ik een hele mooie vertaling. Er staat, doe je zonde teniet. Oké. Dus dat is de eerste fase van ons leven. Om door die barrière, die onzichtbare muur heen te breken, wil God dat we afrekenen met oude, zondige gewoontes. Of religieuze gewoontes. Oké. En dat doen we met het bloed van Jezus. Er is volledige genade hierin. Ja, geen veroordeling. Maar als je je afvraagt, waarom breek ik nou niet door, kan dit misschien ook voor jou de sleutel zijn. En dan heb ik stap 2, en dat is het vermogen. Heel belangrijk. Ik heb totaal maar 3 stappen. Stap 2 is het vermogen om door te breken. Oké, het vermogen om door te breken. Nou, en ik geloof dat er daar verwarring over is. Op het moment dat jij uit de duisternis, op het moment dat je in de duisternis was en gekomen bent naar het licht, naar het koninkrijk van God, heeft daar een geestelijke strijd voor je leven plaatsgevonden. Dus de doorbraak in jou heeft al plaatsgevonden. Op het moment dat jij ja zegt tegen Jezus en je wordt vervuld met de Heilige Geest, je wordt wedergeboren, heeft daar een doorbraak plaatsgevonden. Amen. Dat zegt de Bijbel toch ook? Dat je een nieuw leven hebt gekregen en Nicodemus zegt, ja, hoe zit het nou? Je kan toch geen baby terugstoppen? Je bent letterlijk wedergeboren. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En alles wat met doorbraak te maken heeft, dat gaat gepaard met kracht. Door de kracht van de Heilige Geest ben jij gered. Door de kracht van de Heilige Geest en door het bloed van Jezus mag jij de dingen doen die Jezus deed op deze aarde. Zelfs een baby die wordt geboren door middel van, heel vaak door, kracht. Ja? Er is iemand nodig die baby eruit pusht. Dat heet dan weeën. Maar het gaat gepaard met kracht. Dat ligt helemaal in de natuur. Dus doorbraak heeft altijd te maken met kracht. Nou, 1 Konieken 14, vers 11 wil ik met jullie lezen. Want weet je, en ik hoop dat je deze kan onthouden. Want doorbraak is het resultaat van dat jij God hebt toegelaten om meer te gaan lijken op hem. Dat is de doorbraak. De doorbraak is niet meer je oude ik, maar jouw doorbraak is, Heer, ik geef u toestemming om mijn leven te leiden en ik wil nog meer op u gaan lijken. En dan krijg jij de kracht, als je niet meer op je eigen troon zit, maar je laat God je leven leiden, om alles wat de vijand geprobeerd heeft om jou beneden te halen, om die nu te gaan overwinnen. Als je dit beseft, dan zijn er geen, als jij dus bereid bent om je structuren te veranderen en sterker te maken. Dus oude patronen af te breken waarvan jij de openbaring hebt gekregen. Die zijn niet in lijn met het woord van God. En als jij je laat leiden, zeg Heer, ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor u. Dan ben jij in staat om door te breken. En ze trokken op naar Baal Perasim, 1 Kronieken 14 vers 11. En daar versloeg David hen en hij sprak de woorden. God is door mijn toedoen, ook heel bijzonder hè, dit is samenwerking met God. God is door mijn toedoen, vaak draait het alleen maar om. Het is alleen maar u, alleen maar u. Het is zo, zijn plannen staan vast. Maar David zegt, doordat ik met u heb samengewerkt, door mijn toedoen.
God is door mijn toedoen door de vijandelijke linies gebroken, zodat plotseling, dit is het woord voor dit jaar, opkomend water zich een baan breekt. Dus dit is het vermogen om door te breken. Jesaja 61 vers 1, de geest van God, de Heer, rust op mij. Waarom? De Heer heeft mij gezalfd, een hele bekende. Om een arm het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan verslagenen van hart hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en om geketenen hun bevrijding. Doorbraak betekent dat de gevangenisdeuren open zijn. Doorbraak betekent dat de grenzen van overwinning verdwijnen. Doorbraak betekent geen stenen muren meer in je leven. Doorbraak betekent dat nu plotseling alles mogelijk is met God. Dit is een jaar van afbreken. Dit is een jaar van doorbreken. Maar nu komt een heel belangrijk iets. En dit was voor mij nieuw toen ik dat las. Stap 3. De mogelijkheden om uit te breken in nieuwe overwinningen. Dit is het woord van de Heer voor 2019. Als we hebben afgebroken en als we zijn doorgebroken, dan geeft hij ons de kracht om uit te breken. Deze mag jij onthouden. Uitbreken. Heel veel mensen blijven staan bij een doorbraak. Ik heb een doorbraak meegemaakt. Fantastisch. Maar wat ga je met die doorbraak doen? Dit is het jaar voor House of Heroes om uit te breken. De afgelopen jaren zijn jullie overweldigd, vind ik, door God heeft de beste sprekers en spreeksters in deze gemeente ook gestuurd. Om jullie te onderwijzen. Om jullie gereedschappen te geven. Maar het heeft voor mij weinig zin om de komende 10 jaar om nog op dezelfde plek te blijven waar we nu zitten. Het gaat erom dat wij allemaal de ervaring hebben van ik heb dingen in mijn leven afgebroken. Ik heb een doorbraak meegemaakt en door die doorbraak kan ik nu uitbreken om de dingen te doen die Jezus heeft verteld die ik moet doen. En het uitbreken, dat heeft een deelname van jou nodig. Heel belangrijk voorbeeld. 1 Samuel 17 vers 50. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Allemaal bovennatuurlijk. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd eraf. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. En nu sprongen de Israëlieten, de Judeërs op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden hen tot aan Gat en de poorten van Ekron. De hele weg van Saraïm tot aan Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. En toen de Israëlieten van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze het Filistijnse legerkamp. David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen. En de wapens die hem had afgenomen, legde hij in zijn tent. Oké, heel kort. Nu hebben we een doorbraak meegemaakt. David heeft Goliath verslagen. Maar wat doet David? Hij laat het er niet bij zitten. Hij pakt zijn zwaard. Hij hakt die kerel zijn kop eraf. Hij laat het zien. En het was pas op dat moment dat iedereen zag dat die kerel dood was. De doorbraak was daar. De geestelijke reus was verslagen. De verslinder was kapot gemaakt. Dat toen pas de Israëlieten uit hun grotten kwamen. Dus schijnbaar is in de geestelijke wereld, is het dus ook mogelijk dat als jij persoonlijk een doorbraak in je leven meemaakt, dat het effect heeft op iedereen om je heen. En ik weet niet wie in deze gemeente dit jaar de Davids gaan zijn, maar ik geloof dat een aantal mensen in deze gemeente zo'n doorbraak in hun leven mee gaan maken, dat degene die niet durft om uit te gaan, dit is wat er gebeurde, ze gingen uit, toen durven ze het. Toen durven ze het. In één keer was daar die shift. Daar lag Goliath, een bepaalde angst had hun zo lang terneergedrukt. En sommige mensen hier, en dat is geen veroordeling, die zijn bang om uit te breken. En de Israëlieten waren bang om uit te breken. Dus lieten ze David in dit geval het klusje opknappen. Is oké. Want dat verhaal wordt wereldwijd verteld nog steeds. Ja?
Maar er zijn dus schijnbaar een aantal Davids, mannen en vrouwen nodig, die op de een of andere manier de geestelijke reuzen mogen verslaan, waardoor anderen weer durven om uit te stappen. Want ze zijn namelijk allemaal geroepen om uit te breken. Allemaal. Niet de mensen hier op het podium. We zijn allemaal jong en oud gemaakt om uit te breken. En daarin is niemand belangrijker. De een verslaat deze, de ander verslaat die, de ander mag dit meemaken. Maar allemaal zijn we belangrijk in het koninkrijk van God. Maar we willen met elkaar uitbreken. En dat betekent dat ik niet verwacht, als ik verwacht, dit is geen dreigement, maar als ik verwacht, als er maar 30 mensen op die gebedsavond komen, dan hebben we een probleem als gemeente. Ik ben heel eerlijk met u. Dan heb ik echt een probleem. Dan hebben we een evenement gebouwd in deze gemeente, geen familie. Want dit zullen geen simpele bidstondjes zijn. Nee, we gaan met elkaar willen we die doorbraak van God zien in Nederland. We willen met elkaar die doorbraak in deze gemeente zien. We willen landen, we willen dorpen veranderd zien door het woord van God. En hebben we elkaar nodig. En een ander woord die ik vergeten was te noemen, was dit is ook het jaar dat we gaan afrekenen met lukewarmheid. Met het slappe gedoe. Het halfgebakken leven met Jezus. Elk persoon in het lichaam van Christus is nodig voor die overwinning en die uitbraak. En als je naar een andere gemeente gaat, wees actief ook in die andere gemeente. Of zoek in ieder geval een plek waar je zegt, ja, maar hier ga ik me aan verbinden. Want er zijn mensen die gered moeten worden. Micha 2 vers 13, hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten, hun koning gaat hun voor, de Heer gaat aan het hoofd. Dus doorbraak opent de weg. We mogen uitbreken, dit is het jaar van de uitbraak mensen, we mogen uitbreken. Oké? We mogen uitbreken met elkaar. En hoe ziet dat eruit? Nou, gewoon Marcus 16 vers 20, ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met tekenen die ermee gepaard gingen. Moet je je voorstellen als we hier allemaal met elkaar in gaan wandelen. Dus eerst worden er dingen afgebroken in ons leven. Daarna mogen we doorbreken. En door jouw doorbraak mogen we met elkaar uitbreken. Dit is het jaar dat we met elkaar uit mogen breken. Dat we het gewoon gaan doen met elkaar. Dat we met elkaar bidden, dat we met elkaar vasten, dat we met elkaar ervoor gaan. En geen halfgebakken gedoe. Echt, dat wil ik ook niet mijn tijd aan besteden. Echt. En dat is niet raar om te zeggen, misschien of wel, maar weet je, ik krijg momenteel de uitnodiging, beginnen ook allemaal weer binnen te stromen. Allemaal dingen, zeg Heer, oh, daar ben ik wauw, de stadions. Weet je, dingen met Daniel Collen en al die geweldige dingen. We zeggen, nee Heer, maar eerst House of Heroes, we moeten met elkaar uitbreken. Je hebt deze gemeente als een uitbreekgemeente gemaakt. Als een doorbraakgemeente. En hebben we elkaar nodig. En ik zat er ook heel eerlijk naar te kijken. Zeg, Heer, het is zo gemakkelijk om hier een gemeente te stichten. Weet je, iedereen kan hier een gemeente stichten. En dan weet ik niet hoe lang het volhoudt, maar iedereen kan een gemeente stichten. Ja? Iedereen kan een gemeente planten. Maar de Heer liet me zo duidelijk zien, ook door een appje die ik van iemand kreeg, was zo'n bevestiging. Van als je hier met elkaar een gemeente sticht, dat is heel iets anders. Als ik even naar deze kant ga, die doe ik steeds vaker, ziet u dat? Ook video's zie ik mezelf heen en weer lopen, dat geeft niet. Dat is om even uit te leggen. En hier heb je het groeien van de familie. Dit zijn twee verschillende dingen. Dit heeft marketing nodig. En dit, het groeien van de familie, heeft opofferende liefde nodig. Dat zijn twee verschillende dingen. En beide zijn nodig. Hè, beide zijn nodig. Dus ik wil niet het ene en het andere uitsnijden. Maar dit hebben we heel veel gedaan. Gemeente gesticht. Prachtige sprekers. Het staat allemaal bijna net als een huis hier. Ja? Een hele goede organisatie zit erachter. Mensen die zijn toegewijd. Geweldig. Maar dat is nog steeds niet hetzelfde als het groeien van een familie. Als hier iets misgaat, of er is een oneenigheid, loop je daarvan weg. Ga je weer iets anders op zoeken. Maar hier blijf je verbonden aan elk seizoen van je leven. Groot verschil. Is geen veroordeling, is een feit.
De wereld zit niet te wachten op dit. Zit niet te wachten op weer een franchise en nog een afdeling van de kerk. Waar de gemeente op zit te wachten is familie. Weet u nog wat Romeinen zegt? De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. En daar heeft God een gemeente voor ingesteld. Dat zijn wij met elkaar. Hier wacht de wereld op. Mensen die om elkaar geven. Mensen die elkaar lief hebben. Mensen die normen en waarden hebben en hoog in het vaandel hebben. Mensen die weten wat het is om elkaar lief te hebben. En dit geldt waarschijnlijk voor elke gemeente, maar je hebt gewoon bepaalde cirkels. En de eerste cirkel, Danny Silk heeft het een paar maanden geleden zo geweldig uitgelegd. De eerste cirkel, je hebt je bestuur, je voorgangersteam, de oudsten, die komen al wekelijks bij elkaar. Je zegt, yes, we gaan ervoor. En dan heb je de afdelingshoofden die alle teams leiden. Dat is je tweede cirkel. Geweldig, mensen gaan ervoor. Als je aan die mensen vraagt, is deze gemeente voor jou een familie, zullen de meeste mensen ja antwoorden. Die vraag stel ik namelijk regelmatig. Maar dan heb je de derde cirkel, dat zijn gewoon mensen die elke zondag komen, maar nergens echt betrokken zijn. En dan wordt het al lastig. Is House of Heroes voor jou een familie? Of de lokale gemeente waar je heen gaat? Dus mensen die ook thuis kijken, dit geldt ook voor jou, dat geldt niet alleen voor House of Heroes. En dan krijg je vaak andere antwoorden. De aanwezigheid van God is daar, krijg je bijna altijd te horen. Geweldig allemaal, maar ja, ik voel me niet zo verbonden. En dan heb je de vierde cirkel, dat zijn gewoon bezoekers. Nou, ik wil me concentreren op onder andere die derde en de vierde cirkel. Want er lopen hier ook mensen rond die eenzaam zijn. Er zijn mensen die al 3, 4 jaar lid zijn van deze gemeente. En soms gewoon niet worden begroet of geen aansluiting vinden. En er is beide iets over te zeggen, by the way. Ik geloof niet dat we hier vanaf dit podium alles moeten gaan regelen voor je. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Wat ik zou zeggen is, straks bij de koffie, ga iemand uitnodigen bij je op de koffie. Daar begint het mee. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Ja? Dan krijg je soms ook een punt hoofd van ja, ik sta al een jaar daar bij die koffie en niemand spreekt me aan. Dan vraag ik, heb jij wel eens iemand aangesproken dan? Ja, dat durf ik niet. Ik zeg, oké, dan gaan we je daarbij helpen. Maar geef dat dan aan. Maar we moeten met elkaar familie bouwen. Bent u daarmee eens? Ja. Want dit is waar de wereld op wacht. En een familie blijft bij elkaar. Is er worsteling in de familie? Absoluut. Ja? Er bestaat geen perfecte familie. Alleen de drie-eenheid. Ja? Maar ik geloof zo met mijn hart dat als we leren samen om familie met elkaar te zijn. En dat was mijn laatste gedeelte van de preek. Maar daar heb ik helemaal geen tijd meer voor. Ik zie dat het alweer bijna 10 voor 1 is. Dus ik heb 20 normen en waarden opgeschreven over wat houdt nou familie in. En wat is nou een gezonde familie? En hoe ziet een verbroken familie uit en een gezonde familie? Maar dat ga ik dan een andere keer doen. Dus ik moet even officieel even afsluiten. Nog niet klap hoor. Amen. Dus voor de mensen thuis. Amen. Dit was de boodschap. Maar dat is waar we ons willen op focussen. Als oudste hebben we er uitgebreid ook over gehad. Van Heer, we willen 2019. Dit is geweldig. En al die geweldige sprekers die blijven komen. Al die dingen meer. Prachtig. Maar wij willen nog meer leren. Hoe kunnen we met elkaar familie bouwen? En dit kan niet afhankelijk zijn van een oudsteraad of voorgangersteam. Dat is een leugen. Dit moeten we met elkaar doen. Echt waar? Als wij familie willen bouwen en u zegt, ja, maar ik kan me daar niet aan verbinden, ik heb er helemaal geen zin in, dan wordt het prut. Dan wordt het gewoon prut. En als je zegt, ja, maar hoe zit het dan? Zijn we wel familie? Absoluut. Maar goed, het is bijna weer die tweede helft van de preek. Ja? Maar we dienen allemaal dezelfde vader. Romeinen 8. We zijn geen slaven meer, maar we zijn zonen van God. Die geest roept onze geest, Abba Vader. We hebben allemaal dezelfde vader. En doordat we dezelfde vader hebben en doordat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is, zijn we dus bloedverwanten van elkaar geworden. Oké? Okay? En daar gaan we dit jaar aan werken. Het is heel spannend ook. Dit is voor ons ook het nieuwe seizoen. Want wat houdt familie in? Het houdt in dat je kwetsbaar weer bent. Dat je elkaar weer durft te vertrouwen. Dat je niet denkt, die vrouw ligt al zo lang in het ziekenhuis. Die zal wel bezoek hebben gekregen. Nee, dat je zelf actief deelneemt. Om te kijken, heeft die vrouw wel bezoek gekregen? Ik weet van een weduwnaar verleden week, of verleden jaar, die had iemand verloren. En ik heb er deel aan gehad. Ik ben heel intensief betrokken geweest bij het hele proces. Maar iedereen dacht, hij zal wel bezoek krijgen. En dan 3 weken later hoorde ik dus dat er bijna niemand was geweest. Want iedereen dacht, hij zal wel bezoek krijgen. Met andere woorden, we schuiven de verantwoordelijkheid, schuiven van ons af.
Maar familie betekent je verantwoordelijkheid nemen. En samen met elkaar, niet altijd over geestelijke dingen alleen te praten, maar ook leuke dingen met elkaar te doen. Leuke dingen met elkaar doen. Dus dit wordt het jaar van leuke dingen doen. En plotseling in het leuke dingen doen, bam, zal het vuur van de Heilige Geest vallen, jongen. En een hatsaklats. Wees die doorbraakte. Ja? Amen, amen. Kom op, geef de Heer alle eer en glorie. Amen.